Ik ben Leen Vinken. Ik ben celcoördinator van een team van studie-ingenieurs binnen de afdeling geotechniek. Dus wij doen geotechnische proeven, geotechnische metingen. En we doen ook, geven ook geotechnisch advies aan de uitvoerende diensten en wij doen ook studiewerk. Ik werk bij een technische ondersteunende dienst ook van de Vlaamse overheid, afdeling geotechniek. Wij kijken dus eerder naar de ondergrond op zich. Wij doen daar proeven op, metingen, om dan eigenlijk de uitvoerende diensten te kunnen ondersteunen. Ik heb specifiek over metingen, monitoring, meer verteld. Over de klassieke metingen die we doen, maar ook de meer innovatieve meettechnieken die wij nu aan het toepassen zijn. Om te zien of dat die kunnen bijdragen tot het verder onderkennen van het gedrag van dijken. Het gebruik van satellietbeelden onder andere, om bijvoorbeeld verplaatsingen te kunnen detecteren op grotere schaal dan. Het gebruik van glasvezelmetingen. Dat zijn wel meer innovatieve zaken. We hebben op een dijkvak dat we wisten dat er een afschuiving was, hebben wij met die satellietbeelden dat bevestigd gezien. En hebben wij ook gezien dat er in de nabijgelegen zones geen dergelijke afglijdingen aanwezig zijn. Dus ja, we hebben een bevestiging met de satellietbeelden gezien van wat we verwachten met ons terreinbezoeken. En met onze metingen die we daar ook al gedaan hadden. Ja, ik ben vandaag hier gekomen om te horen of er nog andere nieuwe technieken zijn dat we ook zouden kunnen mee dingen uittesten. En of dat er aanvullingen waren vanuit de zaal of vanuit de andere deelnemers naar dingen dat we nog niet aan gedacht hadden. Of,